Hey mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Assassin's Creed Black Flag. En we zijn bij aflevering 2. En we zijn eigenlijk gewoon net begonnen. Dat is ook wel vrij logisch, anders gaan we al waarschijnlijk bij een verdere aflevering. Oh, ben benieuwd. Wat is dat? Wat is dit? Ontvang geld. Gemiddeld. Oh, dat is leuk. Ja, daar hou ik wel van geld ontvangen. En we kunnen ook wel geld gebruiken. Because we are poor, motherfuckers. Wat moeten we doen? Interactie. Oké, we gaan interacten met dit. Er is een legerkamp opgezet in het zuidelijk deel van Havana. Ja, de hoogste kapitein van de militaire tempelier. Oh! Bij mij het gevecht. 500 beloning. Dat is gemiddeld. Als 1500 gemiddeld is, vind ik dat nog best wel netjes. Ik vind het alleen vaag dat we nu al bezig zijn met tempeliers killen. Terwijl we eigenlijk nog geen idee hebben wat tempeliers zijn waarschijnlijk. Want we zijn net begonnen in het spel. Maar misschien ligt het ook wel aan mij dat we dat nog niet weten ofzo. I don't know how that shit works, bro. Maar ja, voor mij het gevechten moet eigenlijk, hè. Betekent dus eigenlijk dat we hierheen moeten gaan. Eigenlijk moeten we dan nu wel eventjes die pakken. Ik zit even na te denken hoe we dit moeten gaan doen. Eigenlijk wil ik die kerel dan eerst vermoorden, maar we zitten nu op verboden terrein. Number one is dead. Alleen moeten we nu dus... Ja, we mogen dus geen gevecht hebben. Oh, met twee kunnen we trouwens even kijken wie ons hoofddoel nou eigenlijk is. Die staat hier op dit moment niet bij. Lijkt het? Is hij ons hoofddoel? Deze keer ons hoofddoel of niet? I don't know. Springen we er gewoon bovenop of niet? Maar dat kan natuurlijk. Nou, ik weet niet of dat kan. Zoek je doel weer. Nou, dat is niet echt goed gelukt. Oh, dat is ons doel weer. Oh, we hadden die eigenlijk willen vermoorden, joh. Potverdorie. Moet je ook komen nu, hè? Ah, dit lukt wel. 1000. Ook dood. Gaan we hier wegrennen natuurlijk. It's time to get away from you guys. We don't like you all. Chop, chop. We klimmen hierop, hierop. Doei doei. Oké. Daar zijn we wel mooi ontsnapt. Tot nu toe dan. Hè. We moeten natuurlijk nog echt officieel ontsnappen. Maar het begin is goed gegaan. Dat is altijd al heel erg mooi. Als het begin goed gaat, kan de rest ook wel heel goed lopen. En dat deed het ook. En we worden nu waarschijnlijk wel gezocht ofzo. Of iets in de richting van gezocht worden. Maar we don't care man, we zijn pirates. We zijn fucking piraten toch. Dan moet het je niet zo boeien dat je gezocht wordt worden. Door de straat ofzo. Door mensen. We don't care. Eén ding wat we nu wel moeten doen is... Ik denk dat we nu naar de missie gaan. Ja, lijkt me wel vet. Ik ben wel benieuwd hoe het verhaal verder gaat. En we hebben nog niet echt iets van het verhaal gedaan. Dus vind ik het ook wel logisch dat we bezig gaan met het verhaal. We zijn net begonnen in dit spel, dan wil je niet alleen maar bezig gaan met side missies en zo. Dat is ook best wel saai. Vooral omdat je dan nog geen idee hebt waarom je al die shit doet en zo. Dus dat is wel, ja, wel echt iets. Wil die wel pakken, want daar zijn we nu staan we gewoon naast. Ja, dan wil ik hem ook pakken ook. Die kant op. We maken even het rondje af. Want hier ergens is hij. Oké, daar ben je. Goed zo, dankjewel. Dankjewel voor dat leuke ding. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar het is wel leuk. Animus fragment. Oké. En kunnen we die dan verzamelen? Moeten we die dan verzamelen? Of iets in de richting van ik weet. Ik heb werkelijk wel geen idee wat we ermee moeten. En de enige manier om achter te komen is door het spel verder te spelen. Oh ja, dat klinkt ook wel logisch zo. Wow, dat klinkt echt logisch. I would find you again. Oh, we hebben hem alweer teruggevonden natuurlijk. Want dit is zijn boot.
Een kleine boot hoor. Wel een kleine boot. Maar beter iets dan niet. En het is niet mijn boot. En mijn zoek. Oh, wat is zoek ook nog hier? Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regrettably, the soldiers confiscated my sugar. But when your dispatches... Damn! And where have they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish is muy mal dad, so I'd rather not ask. Shit! All right, come on, let's follow them and recover my maps. And my sugar? What, in my drawers? We'll see what happens. Ja, dat is wel lastig inderdaad. Aanzorg. Met aanzorg kun je interessante elementen zien die een vijand hebben. De rode weergeven en doelwitten en doelen goud. Druk op V om je aanzorg te gebruiken. Oh, leuk. Terwijl je aanzorg gebruikt kun je maximaal 10 vijanden of dieren markeren. Om naar te kijken. Door eens naar ze te kijken. Not if you keep quiet and stay out of sight. Oh, en we moeten ze schaduwen. Oh, okay, prima, we schaduwen jullie. Ja, je gaat alleen even iets veel te dichtbij staan. Kennen ze je toch makkelijk zien, joh, dikke mogel. Het is wel makkelijk dat je ze kan markeren, maar het ziet er wel verdomd irritant uit, hoor. Het ziet er echt verdomd irritant uit. 13 meter. Oh, ze stoppen wel de hele tijd met lopen. Dat is best wel vervelend eigenlijk. Hebben we ook optionele doelen. Leidt de wachters af met ingehuurde danseressen. Oh, shit. Nou, dat moet lukken. Ja, dat kost wel weer 150. Hè? Ik weet niet of we daar wel zin in hebben, 150 betalen. We gaan helemaal gek geworden hier. Oh, hier kan ze nu dus ook gewoon zien. Als je niet in de buurt bent. Onze kat. Tijd hield ons op. Oh, wat vervelend voor jullie. En dan moeten we dus die dames even kopen hier, hoor. Jongens, jullie moeten ze wel afleiden, hoor. Schiet ook een beetje op. Aha, nu kunnen we er alleen niet uitkomen. Dat is niet zo slim. Gaan we jou ook gewoon rustig vermoorden? Ja, lalalalalala. Ja, dat had je niet zo irritant moet krijgen. Nou. Hebben we die nu ook al gehaald? Ons optionele doel of niet? Ja, voor mij hebben we die gehaald. Dat is wel vet. Maar ook wel vet makkelijk om te halen, maar. Goed, I don't care. Soms is het ook wel leuk om een keer makkelijke dingen te halen. Of op een makkelijke manier dingen te halen, laat ik het zo zeggen. Dat klinkt wat eerlijker of zo. En wij hangen hier wel hoor. Hou ver je ingedrukt om ze te schaduwen. Oké, dus we moeten nu achter ze aan blijven rennen. Maar ze gaan wel in één keer vrek snel. Dus we moeten wel even zorgen dat we wat dichterbij ze blijven. Doen we natuurlijk ook wel, want wij zijn nog sneller als hun. Normalieten. Alleen moeten ze niet in één keer omdraaien als we als een idioot achter ze aanrennen. Want dan ben je meteen de lul, ben je meteen gezien natuurlijk. Dat kan eigenlijk niet. Oh, kom op. Waarom doe je dat nou niet? Fucking irritant. Oké, dat ging niet goed. Oh, ze lopen gelukkig ook nog deze kant op. Dat scheelt dan een klein beetje. Vette omloop eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Het is makkelijker voor ons. Zolang het makkelijker voor ons is, vind ik het prima. We beginnen wel echt als dikke Mongolen achter ze aan natuurlijk. Dan worden we sowieso gezien. Met een beetje pech. En pech is één van de dingen die ik heel goed heb. Meestal, heel vaak. Dus niet verstandig om zo achter ze aan te trekken. Maar we kunnen ook wel heel erg... Ze kunnen eigenlijk gewoon niet ontsnappen op deze manier. Hè? Want je kan gewoon... naar ze kijken terwijl je aan de andere kant van een gebouw staat. En dat vind ik wel een beetje te makkelijk ofzo.
luisteren en het gesprek. Ik wil niet de hele dag voor de kapitein. Oké. Wacht, wat hier nou weer? Tobacco, rum, sugar. See, we have much fine sugar. Great, we took off a fat Englishman last night. Englishman. Sugar from Barral, very fine, we hold it in the casino, the man was last night. Iran, left his sugar behind, very fine. That's a start, shall I accompany him to the Castillo? No sir, Captain Mendoza will have it sent to you, I believe. You will see. Good lord. That big brute, your Captain Mendoza. No, sir. He is El Tiburon, Governor Torres's man. Oh, we mogen niet kijken. Ik zat even rustig te kijken, maar we moeten verder met een missie. Is die al opgehangen of nog niet? Nog niet. Jammer. Oh, vette jammer. Oké, het is niet leuk om opgehangen te worden, maar in deze tijd was het vrij normaal. Dus wat dat betreft is het nu ook wel vrij normaal. Hallo dames, gaan jullie met mij mee? Jawel hè, jullie willen met mij mee. Wij gaan hier naar binnen toe. Work your magic. We zitten gewoon in een gebied waar we niet mogen komen. Wow! Oh! Haha, sluipen naar de voortafslag. Nou, dat hoeft niet meer, want we zijn al gezien. Dus we hoeven niet echt meer te sluipen. Dat werkt ook helemaal niet als je gezien bent, natuurlijk. Oh, dan moet je even duiken. Ja. We gaan even duiken. We kunnen ons nog niet meer zien. Oh, ze zien ons al niet meer. Fucking rare weirdo's jullie zijn. Jullie zijn een beetje weirdo's, durven ze niet in het water. Fucking pussies. Oké, prima. Ik vind het wel leuk hoor dat je niet in het water durft te gaan, maar ik ben ook wel een beetje verband. Nou moeten we hier natuurlijk wel een beetje uitkijken. Oké. Doorverdediging heen breken, ja, goed zo. En dood ben je weer. Lekker voor je, bitch. Zit er gewoon iedereen niet uit te moorden, we don't care, bro. Oké, we gaan dus deze guys vermoorden. Oké. En uitvinden waar de fuck. Oh, we moeten hier omhoog. Oh, we moeten hier omhoog. Nou, dan moeten we eigenlijk hier even weg. Want ik heb eigenlijk geen idee hoe ik hier omhoog kom. Misschien moeten we dan wel hier naar buiten. Ja, we moeten hier even naar buiten toe. Ja. We gaan die ook hebben natuurlijk, maar dat kan even niet. Zo werkt het niet. Zo werkt het spel niet, jammer. Oeh, ofwel. Ofwel. Of het spel werkt wel zo. Want hier kunnen we er wel omhoog klimmen. Oké. We moeten wel fucking veel knokken natuurlijk hier ook. Plop, dood. Plop, ook dood. Oh nee, niet eens dood. Wat is er nou weer voor rare shit? Jij gaat wel echt dood, hè? Goed zo. Jij bent ook dood. Wow, oké. Dikke combat hier ook. Durf je niet naar beneden te komen ofzo? Hij durft niet naar beneden te komen. Oké. Nou, dat is ook wel heel erg raar.
vette duik hier ook. We duiken dus even lekker het water in. Ontsnappen waarschijnlijk. Uit het zicht van die kerel. Ik had niet meer zien. Is hij voor de tweede keer een dikke faler. Daar vallen we net ook al met roepen knallen. En nu valt hij weer. Dus het is gewoon een dikke pannenkoek. Maar het is niet erg. Want anders hadden wij extra last gehad daarvan. En nu niet. Dus is het eigenlijk alleen maar goed dat hij faalt. Ja, vind ik wel. Anders hadden we alleen maar meer last gehad. Daar hou ik niet zoveel van. Oeh, wel jammer voor deze kerel. Nu is hij zijn handelswaar kwijt. Is niet erg voor ons. Dat vette lul eigenlijk. Maar goed, we gaan even hierheen. Wop, wop, wop. En we zijn bij de missie aangekomen. Sorry about the sugar. I've only one pair of hands. Oh, it's no great loss. I've got plenty of cargo here to make a profit on my trip. Will you stay here long? For a few weeks, yes. Then back to Barbados, to the tedium of domesticity. Don't settle for tedium. Sail for Nassau. Live life as you see fit. Haven't I heard that Nassau is crawling with pirates? Seems a very tawdry place. Not tawdry, liberated. Oh, God. That would be an adventure. But no, no, I'm a husband and a father. I have responsibilities. Life can't be all pleasure and distraction, Duncan. Hey, our bonnet. The name's Edward, in truth. Duncan's only a handle. Ah. Secret name for your secret meeting with the governor. The governor, right. I think I've kept him waiting long enough. Ja, die was eigenlijk zo weer vergeten, hè? Die was heel weer vergeten. Oh, van mij het gevecht. En daar hebben we ook niet echt goed tot best voor gedaan. Maar ik weet niet, ik vind het heel raar. Je moet in de Assassin's Creed juist kunnen vechten, vind ik. Ik vind het juist het leukste wat er is. Knokken in de Assassin's Creed. En het verhaal. Meestal is het verhaal ook het leukste wat er is. Maar je moet wel een beetje kunnen knokken, toch? Dat vind ik echt super, super, super belangrijk. Als je niet mag knokken in Assassin's Creed. Ja, dan is het wel weer echt dat stealth-achtig iets. Maar dat is niet mijn ding. Laat ik het daarop houden. Is niet mijn ding. Vind ik niet het leukste van het spel. Ik vind het juist leuk om een beetje die brute gevechten en zo. Dat vind ik echt geweldig. Maar als je dan weer niet mag knokken om de 100% te halen, dan vergeet ik meestal toch heel gauw dat we niet mogen knokken. Dus klim maar omhoog inderdaad. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Oeh, nog een fragment. Ik heb geen idee wat ik met die fragmenten kan. Ik heb ook geen idee wat het nut is van die fragmenten. Maar we hebben ze wel gevonden. Wel een begin. Ja, dat is een begin. Ik moet beginnen met het vinden van de dingen. En dan kun je er vanzelf wel een keer achter of het echt nou nuttig is. Oh, die is wel heel lastig pakken. Ik zit aan de verkeerde kant van het de daken. Pak hem, nee. Dit. Oh, we hebben hem toch nog weten. We hebben het liedje weten te pakken. Dat is een begin. Het is wel een goed begin, want liedjes zijn leuk. We hebben 2 van de 7 zeemansliederen gevonden. Oké. Okay. Ik weet niet wat we met zeemansliederen kunnen. Ik denk dat we die kunnen luisteren als wij op avontuur zijn in onze boot die we nog niet hebben. Ja, best wel jammer eigenlijk. Een boot die we nog niet hebben. Dat is wel lelijk. Beetje leem. Als ik erover nadenk vind ik het echt kapot leem. We krijgen ook steeds meer van dat soort waardevolle. Oké, we hebben net een piraat gered. Pull me from the deep there, Captain. Jack thanks you hardy. Hebben we alleen niks aan, want heb je nog geen boot. Dus dan kun je ook niet zo heel veel aan je piraten hebben. Het is wel cool om even luid te redden. Als je er langs loopt, vind ik dat altijd wel echt waardevol om te doen. Wow, lukt je dat gewoon? Eigenlijk moeten we die kant op klimmen, jongen. Bro, we need to fucking go there. And we need to go there. And we need to go there. Oh, we moeten dit rondje lopen. Klimmen. Klimmen, hè? We klimmen. We lopen niet, we klimmen. Wat verder, jongens. Dat zie ik zelf toch ook wel. Maar ja. Soms maak ik wel eventjes een spraakfoutje en dan gaan we heel erg moeilijk doen, want dat is leuk om te doen, heel erg moeilijk. We gaan even die kant op hangen, laten we ontvallen, klimmen hierop, synchroniseren we eventjes wat zo, wow. Synchroniseren. Ook heel belangrijk, ja, synchroniseren, super belangrijk. Belangrijkste wat is, nee, niet het belangrijkste wat er is,
Nee, niet het belangrijkste wat er is, wel, maar wel belangrijk, want als je niet goed synchroniseert, vinden we nooit al die plekken. Dat is wel belangrijk dat je al die plekken vindt. Het is ook belangrijk dat je wat centjes verdient, maar het is nog belangrijk. Het verhaal mis is toen dat we een fucking boot krijgen en zo. Dat vind ik best wel heel erg leuk. Duncan, wat heb je? Neem ik aan. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Si, señor Walpole. Entre, por favor. Dank u wel, dat ik naar binnen mag. Dat vind ik leuk. En naar het terras. Como lo llamabas? Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de... Vet racist. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Obviamente un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... respetable. Ach ja. Vette lul. Die mensen. Fucking racist. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan Walpole? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say, my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah, quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived, Mr. Duncan Walpole. Ah. Julianne Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. I once fought beside a man who carried nine on his person. They were a boom in battle, but hindered his ability to swim. Quite. Trek je wapen en schiet. Yes? I long for the day where one firearm carries four bullets, not the opposite. A friend in England you may like to meet. Dan moeten we even laden natuurlijk. James Puckle. He's working on something extraordinary. Ja, lukt ook wel. Magnifique. Tap tap tap. Wat verdorie duurt er lang. Nog een headshot. Wow, headshot. Motherfucker. Headshot. Motherfucker. Praat met de gasten. Tuurlijk, we praten wel even met jullie, hoor. I don't care. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah, damaged, sadly, beyond all repair. Uh-huh. Have your choice. Where did you find all these? I did not find... I took them. These are souvenirs. Haha, gestolen nog wel. Wat een badass zijn jullie zeg. Two blades. As is the custom, we? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Oeh, en we hebben natuurlijk well, nog... We must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. Yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly show you what I know. Here. You see, situation is well suited to your skills. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Show us another technique.
Oké, dus we moeten nu... Dit is wel slim om het zo te ons te leren. Alleen het is wel een beetje weird dat hij alles weet. The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. Oh, we moeten achter twee beurt. Ja, we zijn het zelf ook aan het leren op dit moment, hoor. Ja, jongen, we zijn gewoon meesterassassins. Ze zijn de moorden uit de lucht. Ze zijn poëtisch nog opvallen. Wilt u het voordoen? Oh, tuurlijk willen we dat wel even voordoen. Ja, klim hier even omhoog. Ja, we klim hier wel even op je dak dan. Of op je daken, op je dak. Zo, zo. Zo, in één keer goed, hè? Maar nagaan, we kennen alles hier al. We zijn gewoon als sluipmoordenaars en we zijn overgestapt naar de Templars. Op een of andere reden. En... Oh. Mijn god, wat een krachtige uithaal. Moeten we nog wat dingen voor je doen? Oh, volg je. Oh, we gaan weer klaar. We zijn klaar. Oh, prima. Nee, dan zijn we klaar. Hey, Bradas. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados, anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she, here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with their kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England, penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Haha, maar je zit hier met een man te praten die echt fan is van Nassau, dus dat gaat je niet lukken. Grandmaster Torres! Mr. Duncan Walpole has arrived. See. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Incredible. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Convened at last, and in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now, the secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Decades ago,
The Council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the Observatory. See here. Look up on these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For two decades now, I have endeavored to locate this observatory, a place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men. No lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the Observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower, and the hearts and minds of the world will be ours. Okay, we have the herinnering voltooid. Stil alle drie. Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, maar ik wist ook niet dat het moest natuurlijk. Anders hadden we dat natuurlijk wel gedaan. En één zo'n wachter die moet erbij staan te kijken of wij lekker aan het drinken. Zo'n fucking klooien. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Oké, nou dan doen we dat ook nog wel even voor je. Oh, we zijn de deur uitgezet. Torres, request your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Ja, dat had hij ook tegen ons gezegd. Dat wisten we dus ook wel, hè. Want, denkt u niet dat we achterlijk zijn hier, oh, of wel? Denkt hij nou dat we achterlijk zijn? Fuck. Kom, hé, hey, als je doelwit onderuit. Ja, kijk, dat hadden we dus eigenlijk net willen weten, hè. Als we dat net wisten. Konden we gewoon, konden we hem in ieder geval gewoon pakken, maar... Ah, wat is dat stom eigenlijk, dat ze nooit alles in één keer leren. Kijk, nu vertellen ze pas, oh, je moet op E drukken om hem onderuit te halen. Als we dat net wisten, in de vorige, tijdens die achtervolging die we moesten doen, hadden we daar dat gewoon rustig kunnen afmaken. Maar nu kon dat niet, omdat we geen idee hadden hoe we dat moesten doen. Dus dat vind ik een beetje jammer, maar ja... Zo leer je wel meteen een spel langzamerhand op een langzamere wijze kennen. En dat is soms ook wel weer heel erg goed. Want je kan nooit alles in één keer allemaal onthouden. En dat hoeft nu ook niet. Dus dat vind ik wel een relaxed gedachte. En we krijgen weer wat extra money. We want to get more money because we want to get fucking rich. En dat zijn we nog niet, dus dat is een beetje kut voor ons. Maar we komen er langzaam maar zeker wel. Oké, we gaan dus nu... Oh ja, we gingen naar dat kasteel. We gaan naar de haven en het kasteel toe. En we zijn er al, dus we hoeven niet meer naar het kasteel toe, maar wel naar de haven toe. Om met deze kerel te praten. Ik weet niet of het nu al ochtend is of zo, maar... Good morning, Duncan. Just over here. Edward? Hello, Edward. I found a man to purchase my remaining sugar. Quite a coup, I must say. He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it later. Very punctual, Duncan. This way. Here he is. A man both Templars and assassins have sought for over a decade. I am told your surname is Roberts. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the
blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? Si, sin duda. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned a desire to kill the Mayan mentor, Atabai. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not, no. Too many complications along the way. A pity. But the maps you delivered with the blood vial will see that job finished. Aye. That's the idea. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is on. Stay close, Grandmaster. I feel it too. Do not let them get their hands on the sage, at whatever cost. Oké, dus dan gaan we nu sowieso worden aangevallen. Dan worden we ook nu al. Haha, verdedigd, de tempelier. Oh, dat konden we doen met... Zo. Oh, bitch. Nu dadelijk, motherfucker. Oh, er zijn hier gewoon allemaal assassins. En wij zijn nu natuurlijk geen assassins. Dat is een beetje uncool. We zitten nu gewoon onze eigen orde te killen. Nou, dan killen we wel al die lui op de grond eerst eventjes. Dat moet namelijk ook wel, aangezien we geen andere keuze hebben, echt. Fucking headshot, hero. Yep. Oh, je bent al dood. Haha, oké, we rennen met deze kerel verder. Oké, hij gaat ook gewoon rustig dood. Reflex. Wow. Oh ja, hun kunnen natuurlijk ook gewoon goed knokken. Aangezien hun gewoon ook assassins zijn. Alleen het is wel een beetje weird om nu aan de kant van de vijand. Of aan de kant van de assassins. Te moeten bevechten, zeg maar. Dat is een beetje vaag. Maar ze zijn hier wel met lekker veel. Dat vind ik wel cool. Vooral omdat ik verwacht dat wij straks ook gewoon assassins worden. Of iets in de richting van dan. Maar dat weet je natuurlijk niet zeker. We gaan hem ook nog pakken ook. En nu weten we hoe we iemand gebruik moeten halen. Dus dat is fucking relaxed. Nou, hij heeft natuurlijk dat ding al gepakt. Ze dus kunnen we hem niet pakken. Dus we rennen gewoon achter hem aan als een of andere idioot. Lijkt me dat we dat gaan doen. En ja, dan gaan we ook doen trouwens. Maar het is de bedoeling dat we moeten hem pakken. Dus dan moeten we ook achter hem aan blijven rennen als een of andere idioot. En dan gaan we gewoon pakken. Ja, dan denk jij dat hij dat gaat doen, Rick. Nou, dat kennen we mooi vergeten. Dat zou ik zelf ook niet doen hoor. Ik denk niet dat hij veilig is bij ons. In ieder geval. Dus ik denk dat hij gewoon blijft rennen natuurlijk. Ik geef hem ook nog groot gelijk ook nog. Ja. Als hij zijn leven een beetje lief is, dan doet hij dat. Als hij zijn leven niet lief is, dan geeft hij zich nu over straks aan ons. Jezus Christus, wat is dat irritant op klimmen en zo. Hij is wel snel hoor, hij is wel snel. Hij pukt niet snel. Ah, we hebben hem te pakken. Yay, we found you, motherfucker! Well done, lapdog. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, he's set on all sides by our enemies. We must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, I'll return myself a governor. And with my idiot king's blessing, no less. Adios.
As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Oké, dat gaat best wel netjes. Dat andere hebben we niet kunnen doen. Jammer, maar helaas. We gaan door en we stoppen ook. Dus we gaan eigenlijk niet echt door. We gaan de aflevering afsluiten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering. We hebben een Abstergo iets gehaald. Ik weet niet wat het inhoudt, maar we hebben hem gehaald. Dat was leuk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. En ik zeg, laters.